Die Grand Prix moet, als die in Nederland komt, moet op Zandvoort. Daar is geschiedenis. We hebben de eerste daar gehad, we hebben de laatste daar gehad. En vergeet niet, Zandvoort is een mega goed circuit. Dag dames en heren, heel hartelijk welkom op ons YouTube-kanaal RTL GP Slipstream. Kees en ik kijken vooruit naar de Grand Prix van Amerika. Maar, ja, er is al veel over gezegd de afgelopen weken. Sean Bratches, de commerciële man van de Formule 1, was in Nederland, had gesproken. Stratenrace, Amsterdam, Rotterdam, wie zal het zeggen? Persoonlijk vind ik Zandvoort. Och, ik droomde van Max wereldkampioen in de Kuip. Nou, houd dat even die vast. Die kop vond ik geweldig. Nee, ja, maar houd dat nou even vast, Kees. Want ik vind Zandvoort. Ja, en dan moet je toch eigenlijk even naar Zandvoort gaan. Dat heb ik gedaan. Bernard van Oranje is daar de belangrijkste man op het circuit Zandvoort. En die had het volgende te zeggen over een Grand Prix. Ik denk dat het mooie van een Grand Prix is het een van de weinige sporten die internationaal een waanzinnig bereik heeft. Dus ik denk dat Nederland, en dat hoor je natuurlijk ook bij het oude kabinet en hopelijk bij het nieuwe kabinet, dat er natuurlijk enorme drang is om hier een mooi groot sportevenement neer te zetten. En ik denk dat Formule 1 is daarbij een heel haalbaar doel. Maar dat is ook echt iets wat je moet doen. Je moet het echt zien als een WK naar Nederland halen. Dat je als Nederland je erachter moet gaan staan. Ook omdat de spin-off financieel gezien voor een heel groot gebied is. En dan is het zeker haalbaar gewoon. Ja, overigens is het hele gesprek met Bernard binnenkort te vinden op ons YouTube-kanaal. En als je dan heel snel wil weten wanneer het erop staat, moet je even abonneren. Maar goed, Kees, een Grand Prix organiseren zonder overheid, dat is eigenlijk niet te doen. Ja, dat is moeilijk. Ja. Dat is moeilijk. Maar ik kom even terug op mijn droom. Hè? Ja. Ja, Max wereldkampioen in de Kuip. Maar het is een droom. Gelukkig. Ja. Nou ja, gelukkig weet ik niet. Jij bent ook wel een fan van Zandvoort. Die Grand Prix moet, als die in Nederland komt, moet op Zandvoort. Daar is geschiedenis. We hebben de eerste daar gehad, we hebben de laatste daar gehad. En vergeet niet, Zandvoort is een mega goed circuit. Dat is een uitdaging voor iedere rijder. En verder, ik spreek uit ervaring, als je in Monaco kan werken, ja, dan is er ook op Zandvoort meer dan voldoende ruimte. En misschien dat iemand bij wil springen, overheid, gemeentelijke, landelijke overheid, om een paar aanpassingen te doen aan de faciliteiten. Maar zelfs zoals het nu is, zeg ik, kan je daar geweldig racen. Want het kan in Monaco, kan het hier ook. Ja, en wat mij eigenlijk het meeste stoort is dat, daar heb ik het met Bernard ook over, is er zijn veel autosportprominenten in Nederland. Dat als je over Zandvoort begint, dan roept iedereen meteen maar nee. En dan denk ik, jongens, laten we nou met z'n allen dat plan omarmen. Maar ja, goed. Nee roepen is natuurlijk makkelijk, maar nee onderbouwen zal al wat moeilijker zijn. Maar goed, ik roep ja. En misschien ben ik niet prominent genoeg, maar ik roep ja. Ja, nou begint het altijd met een droom. En ooit had iemand een droom om in Texas een Formule 1 Grand Prix te organiseren. Dus gaan we inmiddels al jaren naar de hoofdstad van Texas, de staat Texas, naar Austin. En daar hebben ze toch een mooi circuit gebouwd, Kees. Ja, daar hebben ze ook. Absoluut een fantastische baan. En je ziet ook dat het ook daar wel aanslaat. Hè? Dus of dat nou alleen aan die baan te wijten is, maar het werkt. Ja, het werkt. En het werkt zeker voor Brendan Hartley. Jij had gelijk. Gasly gaat zijn titel proberen te winnen in Super Formule in Japan. Jij vindt dat moet, was ik mee eens. En Brendan Hartley, dat is misschien toch verrassend. Ja, goed. Het eerste is natuurlijk niet zo moeilijk te voorstellen. Logisch. Hè? Ik heb toen gezegd, je wil dat op je cv hebben. Nou, dat is... Ja, dat gaat gebeuren, dus prima. De rijderskeus is een grote verrassing. Ja. Ik vraag me dan ook een beetje af, heeft dat te maken met toch de toekomst van Porsche met Red Bull in de Formule 1? Waar zijn alle andere Red Bull talenten? Standen er niet in? Die zijn er niet. Nee, blijkbaar niet. Nee. Dus die keuze is wel heel verrassend. Ik was er in ieder geval niet opgekomen. Nee, nou, het leuke vond ik wel dat de laatste rijders die voor het eerst Le Mans wonnen en meteen in datzelfde jaar hun Formule 1 debuut maakten, waren onze eigen Gijs van Lennep en Dr. Helmut Marko in 1971. Dus Marko weet wat het is om Le Mans te winnen en daarna je Formule 1 debuut te maken. Ja, nou ja, misschien. En het is natuurlijk wel iemand die Brendan Hartley, die ooit in het Red Bull programma zat.
Ja, oké, okay. Hij zat erin, hè. Dus, en misschien dat die Le Mans-overwinning daarmee geholpen heeft. Of het feit dat Mark Webber een paar jaar met hem gereden heeft. Dat kan zijn, en misschien dat Mark een tip gegeven heeft. En we zullen het zien, maar ik ga er ook vanuit dat hij, laat zeggen, goed kwalificeert en een goede race gaat rijden. Want iemand die Le Mans wint, en ik moet ook zeggen, je hebt dat ook met die rest aangezien, blijkbaar is het niet zo ingewikkeld om een Formule 1 te bewegen. En het voordeel van Brandon Hartley is, hij weet hoe het is met het regenereren van die elektrische energie. Hij heeft er ervaring mee. Wat wel interessant is, wat nog niemand verteld heeft, is dit eenmalig? Of komt dadelijk Gasly terug en hebben we Brandon Hartley en Gasly voor de rest van het jaar? Weet niemand. Nee. Maar ja, goed, dat maakt het dan ook wel weer leuk hoe het verder gaat. En ik kijk natuurlijk ook uit, hoe gaat Carlos Sainz het doen? Hè? Ja. Daar is natuurlijk zoveel, daar is dit ook allemaal mee begonnen. En hoe gaat die het dadelijk in de Renault doen? Ja. En of dit het ook allemaal waard geweest is. Ja, grote vraag. Dit weekend, wordt Lewis Hamilton in Austin al wereldkampioen? Nou ja, ik hoop het niet. Maar ik denk van wel. Maar als hij het wordt, en die kans is niet gering, dan is wat voorspeld was het hele spannende seizoen met alle veranderingen, gaat eigenlijk dan uit als een nachtkaars. Want dan hebben we nog 4 races te gaan en dan hebben we de wereldkampioen al binnen. Ja, aan de andere kant, als ik kijk naar de temperatuur en ik kijk naar hoe Ferrari met hoge temperaturen omgaat en Mercedes, dan vind ik het niet zo 1, 2, 3 dat Hamilton wint en Ferrari buiten de top 6 eindigt. Nee, goed, oké. Okay. Maar ik hoop dat hij niet daar wereldkampioen wordt. Nee. Maar ik verwacht wel dat Hamilton gaat winnen. En het is natuurlijk ook in principe de laatste kans voor Ferrari als ze hier weer afgeslacht worden. Het zijn mechanisch of gewoon in een duel. Ja, dan is het einde oefening. Ja, en het leuke is dat Red Bull eigenlijk een sleutelrol speelt in dit geval. Want als Red Bull tussen Mercedes en Ferrari terecht kan komen, dan is 6 er echt nog een... Ja, dan moet hij in ieder geval voor zijn eigen teamgenoot zien te eindigen. Vettel in dit geval. Ja, goed. Dat zou natuurlijk een blunder van de hoogste orde zijn, wanneer ze dan niet even teamorders toepassen. Dus 6e wordt hij al, buiten uitvallen, wordt hij altijd... 5e, 6e, dat wordt hij altijd. Dus wordt het kampioenschap beslist in Mexico. En als we dan toch even met een half oog naar Mexico kijken, dan zien we dat daar de bandenkeus van Red Bull is wat conservatief. Dan ga ik er vanuit, want er moet ergens in de komende wedstrijd een penalty aankomen voor Max Verstappen, omdat hij nog wat onderdelen moet wisselen. Dat proberen ze in Mexico te doen, want daar hebben ze de minste kans, denken ze. En als je naar de bandenkeus kijkt, dan hoop ik het ook dat het daar gaat gebeuren. En verwacht ik het ook. Zo ziet het eruit, want als je dus de hardere versie kiest, alhoewel dat bij Pirelli niet altijd wat zegt, maar in principe denk je dan van, ik krijg een grid penalty, dus ik ga niet voor de pole position of voor de eerste startrij. Nee. Dus waarschijnlijk tactisch goed uitgedacht. Of het in de praktijk zo werkt, is altijd nog de vraag. Ja, want wat het leuke is, het is aan de ene kant denk ik Austin best een goed circuit voor Red Bull en Renault. Aan de andere kant, je hebt daar met die brede banden waarschijnlijk in dat eerste deel is het meer vol gas. En wat ik altijd zo leuk vind, dan heb je juist vermogen nodig. Want dan staat die hele auto onder spanning. En als je dan veel vermogen hebt, ja, dan kun je echt meters maken. Ja, maar goed, laten we zo zeggen, men heeft Renault verguisd, maar je wint ook niet, hè, wat ik al eerder zei, met een fietspomp in die auto. Die Renault motor is niet zo slecht als men zegt, dus ik dicht daar ook, er zijn variaties, maar ik geloof erin dat Hamilton gaat winnen, want die laat zich het kaas niet van zijn brood eten en die wil ook die wereldtitel. Maar dat daar een Red Bull tussen komt en een rol gaat spelen, dat geloof ik ook. Ja, het leuke is ook wat ze bij Red Bull op dit moment hebben, bij Red Bull Racing. Daar maken ze gebruik van Esso-brandstof. Die hebben nu een nieuwe brandstof. En ik hoop dat die ook komt in Austin, maar dat zou ook later kunnen komen. Zou zelfs pas eind van het jaar kunnen komen. 0,5% vermogenswinst. En 0,5% vermogenswinst klinkt heel weinig. Maar is wat mij betreft nog altijd 700, het is toch een pk of wat. Ja, maar ik geloof ook niet dat het probleem, of de achterstand van Renault ten opzichte van Mercedes of misschien ook ten opzichte van Ferrari, zit in de verbrandingsmotor. Wat ik begrepen heb, uit de wandelgangen zoals je dat zo mooi noemt, zit het verschil
in de terugwinnende energie, die zij minder hebben dan de andere twee. Ja, en daarom zijn ze bij Mercedes ook zo sterk als we naar hoogte gaan. Ja, precies. Precies, hè, daar waar de verbrandingsmotor dan wat grotere verliezen heeft, heeft natuurlijk de elektromotor dat totaal niet. Ja, de bandenkeuze in Amerika die staat al een tijdje vast. Wat nieuw is in Amerika is dat de Ultrasoft, die is normaal paars, die wordt nu roze. Omdat ze daar het onderzoek naar borstkanker mee willen steunen. Dat is in Amerika een hele grote stichting die daar heel veel geld mee ophaalt. En ja, ik vind het wel een leuke, ludieke actie. Nou ja, goed, ik sta achter ieder goed doel. Ja. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, vind ik dat ook. Die hele kleurentoestand is wel heel ingewikkeld. Hè. Je moet potverdorie, als je voor de televisie ook zit, moet je een hele lijst bij je hebben. Wat is wat? Dat is wel. Maar goed, laat ik zeggen, ik zal niet te kritisch zijn. Want ieder goed doel, wat in welke vorm er ook een actie doet, moeten we toejuichen. Ja, en dan zijn we. Ja. Ik zie Johan Derksen ook alweer kijken als Wilfried Gené erover begint. Maar we gaan toch richting onze eigen Toto, Kees. Wat hoop je of wat denk je? Ja, wishful thinking is nooit de sterkste leidraad. Maar ik geloof dat... ik ben eigenlijk sprakeloos. Laat ik er dan gewoon wat ingooien. Vettel gaat winnen, Hamilton wordt tweede en Verstappen wordt derde. Ja. Nou, ik denk in ieder geval laten we dezelfde winnaar erin gooien. Vettel gaat inderdaad winnen, Raikkonen wordt tweede en Hamilton wordt derde. Max eindigt net buiten het podium, maar op een vierde positie. En dan gaat in ieder geval het wereldkampioenschap nog even door. Nog even door. En dan kunnen wij daar weer over kletsen. Ja. Nog iets vergeten vandaag? Niets vergeten. Nou, helemaal goed. Nee. Dan zijn wij er volgende week weer. Dan kijken we natuurlijk vooruit naar de Grand Prix van Mexico. En we kijken even terug naar de Grand Prix van Amerika. Wilt u zich abonneren op ons YouTube-kanaal? Dat kan hier. Deel het filmpje via alle social media kanalen die je tot je beschikking hebt. En als je dringende vragen of aanmerkingen hebt, dan kan dat hieronder allemaal opgeschreven worden. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot dan. Tot dan.